Dag Eefje, goedemiddag. Goedemiddag Aster. Ik heb het gevoel dat dit een uitstekend interview gaat worden. Ja, ik ook. Weet ik weet niet waarom. Maar... Ja, ik weet wel waarom. Ah, ja? We hebben allebei Air Max'en aan, dat kan geen toeval zijn. Maar je ziet ook het verschil in financiën ik natuurlijk. Ik heb ze net gewassen. Ja, speciaal voor het interview. Ja. Dat is heel fijn. Kan je eens omschrijven wat jij precies doet als job op dit moment? Ik ga mijn best doen. Het makkelijkste is om te zeggen dat ik presentatrice ben. Ja. En ik presenteer e-sports shows. Ja. En e-sports, dat zijn mensen die professioneel videogames spelen, waar ze geld mee verdienen, waar ze prijzen mee winnen. Mm-hmm. En ik presenteer vooral een competitie van League of Legends. En je kunt dat vergelijken met de voetbal, Pro League. Okay. Dat is een competitie waarin de ploegen elke week tegen elkaar spelen, ja, punten hebben en op het einde wordt er een kampioen gekroond. Mm-hmm. Ik ben daar presentatrice in. Ik interview ook de spelers. Wij hebben een hele show met de introductie tot de teams en het spel, de nabeschouwing, de voorbeschouwing, reportages, van alles en nog wat. Oké. Ja, je hebt die uitleg al vaker gedaan, merk ik. Het is perfect samengevat. Begrijp je als ik het zo zeg? Ik ben volledig mee en dat is al veel, denk ik. Gamen, e-sports, heb je een favoriete term? Voor mij is het vooral e-sport. Ja. Gaming is dan het grote, het overzichtelijke woord, denk ik, dan voor alles wat gamen is. En e-sports is specifiek voor mensen die het competitief spelen. Topsport eigenlijk. Ja, topsport en die er een job kunnen van maken. Ja. Ja. Dat is wel een grote passie van jou. Misschien wel je grootste passie, gamen? Ja, zeker. Voor mij is het eigenlijk competitie algemeen. Ik heb altijd graag naar sport gekeken. Mm-hmm. En voor mij is dat eigenlijk hetzelfde. Ja. Ik kan evenveel genieten van een League of Legends of Counter-Strike-wedstrijd als van een voetbalwedstrijd. Ja. En dat is soms wel moeilijk uit te leggen. Zeker aan mijn moeder bijvoorbeeld. Dat is wel zo. Ja. Ja. Gamen, daarmee bedoel ik dan het effectief zelf spelen. Is dat iets dat je al heel je leven doet, hebt gedaan, vroeger vooral, vaker waarschijnlijk? Ja, mijn oudste herinnering van gamen is, er zat ooit bij een pak chocolade binnen Leo, ik weet niet of dat je dat mag zeggen, dat er een diskette. Een diskette, amai. Diskette. Dat is toch het leeftijdsverschil. Dat is al lang geleden, ja. Dus voor het CD-ROM hadden we een diskette. Ja, 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 okay. En daar kon je zo echt zo, een dom spelletje op spelen en ik was daar onmiddellijk aan verslaafd. Ja. Dan hebben wij een tweedehands Sega gekocht okay. en ik zat daar ook constant op. En dan uiteindelijk de eerste computer toen ik 11, 12 jaar was. Okay. En dan, dan was het volledig voorbij. Ja. Want dan zat ik Tomb Raider te spelen en Unreal Tournament en online en sindsdien ben ik er een beetje naar verslaafd. Ja, het is wat jouw jeugd heeft gekleurd, moet ja, je zeggen. Absoluut, absoluut. Jeugd, vanaf dat ik zelf zo wat de beslissing kon maken waar dat ik mijn tijd zou aan verdienen, en dat was het dan. Ja. Had je ooit de kans om zelf professional te worden, om pro te worden? Ja, dat is ondertussen al bijna 20 jaar geleden. Hè. Toen was er een game, Unreal Tournament, en toen speelden wij met vijf in een team en gingen we naar LAN-parties in Sint-Niklaas en in Gent en van alles en nog wat. Gebeurt dat nu nog, LAN-parties? Dat gebeurt minder, denk ik. Online, maar internet is zo goed. Dus voilà. Maar toen was dat leuk en toen werden daar soms wel eens werd er wel eens gedownload. Maar dat mag nu ook niet meer. Dan kwam je daartoe met je computer, bouwde die daarop en zat je daar een heel weekend te gamen. Supercool. En daar waren dan prijzen te winnen. Dus ik wil zeggen dat dat semi-professioneel was, maar het was zeker nog niet hoe dat het nu allemaal is. Nee, maar ik was wel heel goed. Hè. Ja, je was heel goed? Ja, in Unreal Tournament. In Unreal Tournament. Ja, want je moet je skills natuurlijk, je bent heel goed in een bepaald spel natuurlijk, zoals dat ook is. Dat je bijvoorbeeld goed bent in voetbal en minder goed in basketbal. Ja, ik zo ben dat een beetje sindsdien in niets meer goed, wat dat eigenlijk tot mijn eigen frustratie. Ja. Zo is het, Ik las in een interview dat de jeugd- en schoolherinneringen die je had niet bepaald positief waren. Ja. Je hebt er moeilijke tijden beleefd, vertel je. Ik werd redelijk wat gepest op school. Voor van alles en nog wat. Ik had altijd zo tweedehands kleren, omdat mij dat eigenlijk niet interesseerde. Nee. Ik ging altijd direct naar huis om te gamen. Ja. Ik had hele goede punten. En ik vind dat nu nog altijd raar, want blijkbaar word je daarom gepest, terwijl dat absoluut... Kinderen zullen altijd iets vinden, denk ik dan. En het was eigenlijk voor mij redelijk moeilijk om zo vrienden te maken en van alles en nog wat. En door online te spelen, heeft dat mij eigenlijk geholpen. Want ik praatte dan met mensen die heel graag hetzelfde spel speelden. Mm-hmm. Ik zag die dan soms op een LAN-party en wij konden dan direct over dat spel spelen. Dus er was geen drempel om ermee te praten. En dat heeft mij eigenlijk geholpen om meer sociaal te worden en meer open te worden tegen andere mensen. Dus, En dat noemen ze gamen asociaal, hè? Dat zeggen ze wel, hè. Dat zeggen ze graag. Er is natuurlijk wel een stigma op gamen natuurlijk, maar
bij mij is het alleen maar een positief verhaal geweest en veel van mijn vrienden ook. En ik denk over het algemeen tegenwoordig, ja. Ja. Het is natuurlijk niet rechtstreeks van Unreal Tournament en van jouw gamepassie in jouw jeugd naar de grote stadions waar je nu zit gegaan. Ja. Je hebt een parcours doorgelopen. En je bent ook naar de universiteit gegaan. In Gent, wat heb je gestudeerd? Ik heb geschiedenis gestudeerd eerst, een master. En op het einde van mijn studies dacht ik, goh, sportjournalistiek, dat interesseert mij wel, waarom niet? Dan heb ik hier aan de Erasmus Hogeschool in Brussel nog een jaar journalistiek gestudeerd. En dan viel ik zo'n beetje in een zwart gat. Nooit een mail gestuurd naar sport zelf? Nooit, dat vond ik juist heel intimiderend. Gewoon, ja, dat vond ik heel intimiderend. Dat was een zotte stap. Dat zou het ook heel concreet worden, hè? Ja, inderdaad. Ja. Zo die eerste stap nemen, denk ik, naar je studies. Ik denk dat veel mensen dat wel hebben. Dat ze dan denken van, is dit het nu en waar ga ik nu naartoe? En gelukkig kwam dan iemand van mijn oude gamevrienden en die zei, Ela, heb jij al League of Legends gespeeld? En ik zo, nee. En hij, hier wil je dat met ons spelen? Ja. En na 2 maanden spelen, ik was nog niet zo goed, maar ik vond dat wel leuk. En toen had ik opeens door dat daar competities rond bestonden, dat daar shows rond bestonden. En heb ik een van die shows gezien, heb ik een mail gestuurd naar een van die websites. Ja. En ben ik beginnen artikelen schrijven rond League of Legends. En dat was dan voor mij iets makkelijker. Ja. Maar ja, ik heb dan wel heel veel geluk gehad dat dat ontploft is, die scène, dat dat heel, heel populair geworden is. Had je dat meteen door van, hier zit iets, ik zit hier op iets groots, ik zit hier in een wereld die nu nog klein is, maar over een paar jaar... Ik dacht dat wel. Ik dacht, maar ja, ik denk als je met iets passioneel bezig bent en je steekt er zoveel tijd in, dat je moet wel tegen jezelf zeggen dat het goed is en dat je op de juiste weg bent, dat het moeite waard is. Maar ik had ook echt wel dat gevoel en je zag dat ook wel, want ja, de cijfers kwamen ook uit van League of Legends, dat ja, miljoenen mensen dat opeens begonnen spelen, dat er hele grote prijzenpool waren voor die eerste competities al. Aan de andere kant was het heel moeilijk om dat uit te leggen aan mijn moeder en aan de VDAB. Natuurlijk. Ja, die zeiden, je hebt 2 masters en wat doe jij precies? Ja. En zei ik, e-sport. En zei, maar nee, dat zal niet gaan. Nee. En ik neem die dat ook niet kwalijk, want toen was dat ook nog heel klein. Maar ja, ik ben wel hard in de boosheid. Ja, maar misschien wordt dat wel onderschat. De pioniersrol die je toch hebt, misschien minder, maar vooral had vroeger in het begin. Dat moet niet gemakkelijk geweest zijn op het moment. Of hoeveel stappen heb je moeten zetten vooraleer je echt tegen je moeder dan kon zeggen van ik verdien er nu wel echt al mijn brood mee en ik doe wel echt zotte dingen? Wel, het heeft geduurd. Ik was al een jaar vast aangesteld, dus ik had al een vaste job. Ik was al verhuisd naar Duitsland en ik had al een paar keer in de krant gestaan. En dan zei ze, ah ja, maar ik heb u in de krant gezien. Ja. Zo. En dat zijn zo van die dingen die wel nog televisie en krant en zo. Echt. En dan heb ik ze uitgenodigd naar Keulen, naar de studio. Ja. En dan zei ze, Eefje, het is dus wel echt. Heerlijk. Ja, mama, het is zo. Maar ik begrijp dat ook. Allee, die denkt ook, ja, oké, ik heb hier 5, 6 jaar universiteit betaald voor mijn dochter. En nu is hier nog altijd op de computer bezig. Dus. Ja, dat is zo in een grote mate voor mijzelf ook herkenbaar. Natuurlijk, het is niet hetzelfde niveau, maar toch, dat is de oudere generatie, denk ik. Die, dan wordt het pas tastbaar, hè. Ja. Als het in de gazette staat, of als je of op tv komt met je kop, dan pas merken ze, ze doet iets met haar leven. Ja. Ja, dus dat is erg om te zeggen. Ik neem aan dat bij jou ook een verhaal was van kansen grijpen. Je hebt zelf een e-mail gestuurd naar... Dat was toen SK Gaming en dan nog ESVI, dat was zo'n website. Ja. Ja, want je bent begonnen met zelf video's te maken op YouTube. Ja. Maar dat wordt dan plots groter en dan ben je plots beginnen werken voor, als ik het juist heb, de uitgever zelf van League of Legends. Ja, dus Riot dat is alsof je zou werken voor de FIFA, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Ja. Dat is toen opeens wel heel snel gegaan, want ik weet nog, dat was in 2012. En toen zat ik echt op een breekpunt, want ik was zo freelance artikelen aan het schrijven en soms video's aan het maken, maar zoveel werd ik daar echt niet voor betaald. Nee. En de VDAB belde elke week en had een sollicitatie hier en daar. Jezus, die VDAB, man. Ja, maar ja, dat moeten Take ze a doen, break. Dat moeten ze doen, hè. Ja. Laat mij eens even kijken. Ja. Nee, dan vloog ik bijvoorbeeld in het weekend naar Las Vegas en dan landde ik de maandag en stond ik de dinsdag op café, niet om te drinken, om achter de bar te werken of in een restaurant. Ja. En dat was natuurlijk niet meer haalbaar. Nee. Dus dan werd ik gecontacteerd in december van 2012 ongeveer. En ik moest in 2013
15 januari al in Keulen zijn, al in Keulen wonen. Mm-hmm. En dat was de eerste show direct van toen de eerste professionele League of Legends liga, die ook mede door Riot Games georganiseerd werd. En dan was dat echt, ja, zoals de Pro League bijvoorbeeld, hè, dat was onmiddellijk met studioshows, met commentaar, met interviews, met fans, met ja, mensen die live keken. Maar je geeft ook commentaar bij... Ik ben meer de presentatrice, ik geef soms wel eens mijn mening mee ook. Ja, en je hebt dan de commentatoren en de analisten natuurlijk. Ja. En dan kom je op allerlei gekke plekken. I'm Avia Shock supporter coming to you live from the Staples Center here in Los Angeles, California. Ja, dat is voor mij, dat is zo mijn trump card. Als iemand vraagt, ja maar zo big is dat toch niet, of zo belangrijk is dat toch niet? Ah ja, nee. Ja. Hier is een foto, hier sta ik in het Staples Center in Madison Square Garden, in het Vogelstadion. Ja, dat is wel heel leuk. Maar voor mij is het altijd part of the job, dus dat maakt niet uit als dat in een kleine studio is, of in een grote studio, of in ik weet niet waar, maar dat heeft wel een grote significantie natuurlijk. Absoluut. Dat is echt van, we have arrived. Absoluut. Ja. Ja. Ben je dan ook, ik merk dat online, maar in het echte leven zal dat dan ook wel zo zijn, vermoed ik. Je hebt echt een sterrencultus ook binnen de e-sports, binnen League of Legends. Je bent echt een van de namen ook, hè? Ja, dat is altijd raar om daar zelf over te praten. Ik denk dat ik veel geluk gehad heb dat ik er van begin bij was. Tuurlijk. En dat ik toen een van de enige vrouwen ook was die in de shows was. Nu zijn er gelukkig al wat meer. En ik heb die wave echt, ik ben meegegaan. En ik heb altijd heel veel gedeeld op social media, soms misschien een beetje te veel. En ik denk dat dat ook wel... Te veel. Ja, soms dat je denkt van, oei, wat ik dan nu moeten zeggen. Haven't we all. Ja, haven't we all. En ja, dat is zo allemaal meegegroeid. Ja. En in e-sports is het wel zo dat we staan allemaal ook heel dicht bij de fan en bij de fans en bij de fans. Beleving, zeg maar. Want je zegt gewoon hallo als je die in de studio ziet. Er is altijd een live publiek. Je tweet ernaar. Je bent er op Instagram mee bezig. Er zijn livestreams waar je zelf gamet en dan gewoon praat met mensen. En ik denk, ja, dat is bijvoorbeeld wel een verschil, denk ik, van in bijvoorbeeld de voetbalwereld. Daar zijn de sterren zijn heel ver weg van de fans. Die kunnen daar niet zomaar een praatje meer mee slaan. Bij e-sports is dat ook zo'n beetje aan het evolueren. Maar ja, je hebt toch het gevoel dat alles een beetje dichter bijeen ligt, omdat het allemaal online is. Dus je kunt naar iedereen een tweet sturen, je kunt naar iedereen een Instagram sturen. En ja, ik denk dat dat daarom is dat ik ook wel zo bekend geworden ben in de wereld. Ik snap dat je dat over jezelf zegt, maar ik kan het als buitenstaander wel echt bevestigen. Het is echt gek. Kan ik zeggen dat je haast even populair bent als de sporters zelf? Sommigen wel. Ja. Er zijn er natuurlijk veel die, zoals Faker, die natuurlijk de bekendste en de beste speler ooit is. Maar ik denk dat het, ik ben de constante. Hè. Ik ben er al sinds nu bijna 10 jaar altijd bij. En altijd bij wanneer iets groots gebeurt. Wanneer de wereldkampioen gekroond wordt. Wanneer de underdog wint tegen de wereldkampioen. Mm-hmm. Wanneer er iemand begint te wenen in een emotioneel moment. Super bekend fragment. Ik ben er altijd bij. Dus de mensen associëren mij wel met die grote momenten. En ik vind ook dat ik het redelijk goed gedaan heb in die momenten. Dus. Ja, boh. Nee. Nee, maar ik denk dat je ook een belangrijke rol hebt gespeeld in het... want dat miste e-sports misschien wel. Het is ook een personality cultus geworden. En daar heb je een grote rol in gespeeld. Mm-hmm. Omdat je eigenlijk de persoonlijkheden van die sporters, die soms wat... Vergeef mij, suffe gamers, als je ze soms ziet, of misschien wie ze afhankelijk waren, je hebt die echt uit een schelp laten komen. It's complicated because I'm really sad. I'm really fuck. Ik kom altijd uit mijn schelp als je zoiets zegt, want dan denk ik het is natuurlijk die veronderstelling dat de meeste gamers zo nerds zijn, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dat heb je nu ook niet gezegd natuurlijk. Maar er zijn er natuurlijk, zelfs als ben je in je gewone leven zeer sociaal uitgaand, dat is iets anders dan voor een camera staan en daar staat 1000 man in het publiek en dan iets moeten zeggen. Dat is voor iedereen moeilijk, denk ik. En ik heb altijd wel geprobeerd om die op hun gemak te stellen en om vooraf zo te zeggen van nee, het maakt niet uit, hè. Ik ga je hier niet... in een slechte positie brengen of zo. Jij mag praten waarover je wil en we passen ons wel aan. Ja. En als het grappig is, dan is het grappig. En dan wordt er een meme van gemaakt. En dat is ook niet erg. Ja. Dus, ja. Moet je soms ook journalisten zijn? Want wij zijn natuurlijk sportjournalisten. Je werkt voor een medium. Je moet heel vaak kritische vragen stellen. Mm-hmm. De voetballers zie je niet altijd even graag komen. Is dat bij e-sporters
anders? Ben je toch iets meegaander of moet je soms ook echt wel durven? Het is een big business, dus je hebt aan de ene kant natuurlijk ook wel de journalisten die gewoon voor e-sports, voor kranten en voor websites schrijven. Die zijn natuurlijk zeker heel, heel, heel kritisch altijd. Ja. Met dat wij in een entertainment show gegeven zitten, is dat iets anders. Ja. Wij proberen heel objectief te zijn en heel kritisch te zijn, want uiteindelijk, ja, dat moet je voorstellen, dat is zoals extra time. Hè. We praten over de wedstrijden, ja. En dan moet er wel gezegd worden als een speler al een tijdje niet zo goed speelt of als hij misschien moet vervangen worden of als er iemand fantastisch speelt, mm-hmm. En hoe dat komt en hoe dat gebeurd is. Maar ik denk dat dat, ja, ik word wel vaak niet als journaliste beschouwd omdat het meer een entertainment show is en wij doen ook sketches en van alles en nog wat. Maar ik vind dat dat wel zo is, want je moet toch objectief blijven, mm-hmm. En je moet in een interview wel eerlijk zijn en je moet wel soms de harde vragen stellen, ook al wordt dat soms niet in dank afgenomen. Nee. Dus, ja, part of the game. Part maar of iedereen. The game, ja. En all, everything goes. Hè. Ja. Ja, absoluut. Het is wel een mannenwereld, hè? Ja, zoals de sportwereld, denk ja. ik. Ik denk dat de sportwereld heeft in de laatste jaren ook een grote evolutie doormaakt. En zien we meer en meer vrouwen, denk ik, onscreen en achter de schermen. En bij e-sports is het nu ook gelukkig bezig, maar het is wel overwegend een mannenwereld. Er zijn meer en meer vrouwen die bij ons in de studio werken ook en ook voor de camera. Maar ja, het is moeilijk, zeker omdat alles ook op het internet gebeurt. En ja, daar zeggen mensen alles wat ze willen. Ja. En zijn ze nog altijd heel, heel kritisch tegenover vrouwen die voor het scherm staan. En die zeggen dan, ja, waarom ben je hier toch niet gewoon om bekend te worden of op televisie te zijn. Jij kan toch niet gegamed hebben? Ook tegen de grote shocks die er al van in het begin bij is? Ja, ze, nu nog altijd. Ja. Ja, nu zijn er nieuwe mensen die niet weten wie ik ben. Dus ja, Bij. Nee, ik moet mij wel nog altijd, ja, altijd nog bewijzen dat ik er ben voor de juiste redenen. Ja. En, Je looks zijn een absoluut voordeel. Hè. Dat is altijd belangrijk als je op het scherm komt. Ja. Merk je daar ook soms een negatieve kant aan? Ja, absoluut. Ik denk, ja, ten eerste, over het algemeen, de mensen die je op televisie ziet of in deze rollen, whatever, als dat mannen zijn of vrouwen, die, ja, je moet er wel op een bepaalde manier uitzien. Daarmee wil ik niet zeggen als een supermodel, maar gewoon goed en verzorgd. Ja, verzorgd. En, dat je moet een charisma hebben, natuurlijk. Ja. Maar ja, als je een vrouw bent, is dat wel direct dan. Als je er dan iets te mooi of te veel make-up of te fashionable uitziet, is het wel direct zo. Ja, waarom doe je dat? Het gaat toch niet om u? Ja, dat is onmogelijke ja, fijne waarom? Lijn. Allee, wat wil je dan dat ik aandoe? Ja. En dan is het niet een tekortrokje, maar toch ook niet te veel als een non of het een of het ander. En het is eigenlijk nooit goed, dus ik beslis tegenwoordig gewoon zelf. Ja. En dan is er ook nog sociale media. Ik heb over laatst zo'n drama gehad, omdat als ik op reis ga en ik ga naar de zee, dan draag ik een bikini. Ja, tuurlijk. Een zwempak, hè? En dan post ik daar een foto van. En toen was er zo'n hele storm, zo'n tweetstorm van, ja, de enige reden waarom dat jij erkenning krijgt, ja, is okay. Omdat jij altijd een bikini bent. Dan denk ik, ah ja, ik zal de volgende keer een pyjama aandoen in Griekenland. Is dat goed? Mag dat? Allee, ja, het is okay, zo. Ja. Ja. Dat moet je erbij nemen, vrees ja. ik. Ja. Laatste vraagje over jouw job specifiek. Ja. Merk je ook veel concurrentie van andere presentatoren? In het begin was het misschien de poelen kleiner, maar nu merk je dat er ook steeds meer mensen heel graag zouden willen doen wat jij doet? Ja, absoluut. Aan de ene kant is dat heel gezond, want dan denk ik, ja, ik moet mij blijven evolueren en ik word ook iets ouder en de gamers zijn eigenlijk over het algemeen altijd heel jong, ja. Al worden die nu ook ouder, dus ik moet wel on top of my game blijven. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het gewoon ook heel goed dat er concurrentie is. En nu zijn er zoveel meer. 2 jaar geleden is er een meisje in Amerika die opgekomen die dezelfde rol deed als ik. En wat dan wel irritant is, is dat mensen van de buitenkant wel onmiddellijk je tegen elkaar willen zetten. Ja. Zo. Ja, ja. Van, oei, 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 het is voorbij. Hè? En dat ik denk van, jammer. Nee, kunnen we niet nu gewoon samenwerken? En ik wil al, voor mij is het alleen maar positief als er nog een vrouw of nog vrouwen het heel goed doen. Mm-hmm. En ook in de spotlight staan. Dat wil niet zeggen dat ik soms een keer denk van, wat voor koffie, waarom heb ik daar niet aan gedacht? Ja, ja, natuurlijk. Mm-hmm. Maar dat houdt ons allemaal on our toes. Maar ja, het is een moderne broadcast omgeving. Het is, ja, er is concurrentie. Het is, er is heel veel druk. Elke week moeten er 2 liveshows gemaakt worden. Dus ja, het gaat wel snel.
Ja, Eefje, je vlogt natuurlijk ook, heb ik gezien. Je hebt je eigen YouTube-kanaal, ja. Dat goed boert. Ja, het gaat goed. Het gaat goed. Ja. Je bent een merk, dat is een vuile term. Maar ja, tegenwoordig is iedereen een merk, een brand. Ja. Heb je het gevoel dat je op een trein zit die echt wel 10 keer zo snel gaat als je kijkt naar de wagons, de treins, de boemeltreintjes hier in België? Heb je niet het gevoel dat je deel uitmaakt van een wereld ver van hier? Zo? Ja, ik weet niet hoe dat moet verwoorden. Ja, ik weet wat je bedoelt. En ik zie dat vooral als je denkt van, dan zeggen mensen soms, wow, wat heb je veel volgers op Twitter of op Instagram. Ja. Maar ik denk eigenlijk, goh ja, is dat eigenlijk veel? Want het zijn volgers die uit de hele wereld komen. En als je kijkt hoeveel mensen op aarde wonen, is dat eigenlijk niet zo veel. Ja, nee. Ja, okay. Maar als je dat in contrast zet met een BV of zo, is het wel heel veel. Ja. Maar ik, op evenementen heb ik wel echt dat gevoel van, am I a superstar? Omdat ja, daar zijn dan 12.000 mensen, waarvan er heel veel ons allemaal kennen, hè, de spelers, maar ook mij en de commentatoren en die een foto willen en die een handtekening willen en die een babbeltje willen slaan en die een bericht sturen en die bekritiseren en van alles en nog wat. En dan voelde u wel zo, oh god, ja, dit is cool, ik ben een big deal, ik ga hier mijn best doen en zo. Maar ja, dan loop je de arena uit en dan loop je over straat en dan is dat gewoon volledig weg. Ja. En dat vind ik ook wel tof. Ja, maar mijn leven is wel een beetje crazy. Ja, absoluut. Ja. Dat denk ik ook wel. En ik vind zo een arena van 10.000, 12.000 mensen, dat is dan op een convention of is dat op een wedstrijd? Dat is een wedstrijd. Ja. Dus we hebben normaal gezien, dus in de competitie, hebben wij studioshows en daar kunnen niet zoveel mensen binnen. Dat is zo'n 300 of zo, 350. Ja, ja, okay. Ja. Maar als het dan naar de play-offs gaat en de finale, is dan altijd een arena van minimum 5000 mensen. Maximum voor het wereldkampioenschap, zoals Bird's Nest, is ik geloof 50.000, 60.000 was het. Of Staples Center is 12.000, Madison Square Garden is ook 12.000, dus veel. Dat is gek, hè? Ja. E-sports is, ik hoef het jou niet te zeggen natuurlijk, maar het is zo groot geworden. Ja. Ik vraag me dan af, zit daar nog rek op? Ja. Kan het nog? League of Legends is lange tijd het allerpopulairste geweest. Is het nog altijd? Ja, sinds vorig jaar is het eigenlijk terug League of Legends. We hebben zo statistieken van de e-sports die het meest bekeken is over het hele jaar en de meeste kijkers en zo. En League of Legends staat weer bovenaan, maar ondertussen zijn er wel veel bijgekomen. En ik denk dat dat wel bewijst dat e-sports er gaat blijven, want Fortnite is uitgekomen 3 jaar geleden. Ach, tuurlijk, en iedereen speelt Fortnite. Ja. Iedereen wil Fortnite-competities organiseren. Counter-Strike is een spel dat ondertussen ook al 20 jaar oud is en wordt ook nog gespeeld, de nieuwste versie dan. StarCraft wordt zelfs nog professioneel gespeeld. Rocket League, FIFA is super populair en is denk ik ook een van de populairste spellen over het algemeen. Bijna iedereen, dat is een heel casual game, iedereen kan dat spelen. Ja. Hè? En ik denk als je kijkt naar de vrije tijdsbesteding van onze generatie, of zo eigenlijk zeggen, de jongere generatie dan ik al bijna, is alles online en is alles livestreams en is alles gamen. Iedereen gamet als het op de computer is of op de PlayStation of de Xbox, op de GSM, in de VR, wat dat ook de toekomst is, denk ik. En blijkbaar kijken mensen heel erg graag naar andere mensen die games spelen, omdat het heel bereikbaar is, denk ik. Want je ziet die spelen en je hebt zelf ook dat spel. En je kan hetzelfde doen en je kunt denken, oké, als ik veel train, sta ik ook in het Staples Center binnen 3 maanden. Hetzelfde concept als Cristiano Ronaldo in voetballen, denk je. Dat wil ik kan ook dat kunnen. Ook. Ja, het is net hetzelfde, het is gewoon een moderne versie ervan. Of een andere versie ervan. En denk ik dat voetballer niet meer gaat zijn, dat alleen maar e-sports gaat zijn? Nee, absoluut niet. Het is gewoon een nieuwe sector, een nieuwe vrije tijdsbesteding die er zal blijven en die volgens mij ook alleen maar zal groeien. Ja, ja. Toch, niet elke game wordt zo populair als League of Legends. Nee. Wat is er nu zo bijzonder aan? Zeggen jullie soms lol of lol? Ja, we zeggen soms lol, maar dat klinkt wel een beetje raar. Dat klinkt raar, hè? Lol. LOL. Ja, LOL, League of Legends, het is allemaal goed. League of Legends is 10 jaar geleden uitgekomen en is dus een MOBA. Ja, dat is, ik weet niet hoe je het het beste uitlegt, maar je kunt dus 5 tegen 5 spelen en een personage kiezen. In vergelijking met FIFA, wat dat dan de emulatie van een echte sport is, wat je dan een voetballer bent, of Counter-Strike, wat dat eigenlijk schieten is, zeg maar. En dat was gratis, dat is uitgekomen in open beta en opeens
zijn dat miljoenen beta. Mensen. Dus ze hebben dat gewoon een op testversie. Een testversie. Ja, ah, okay, ja. Dat gebeurt met veel games. Dus die zetten dan de testversie en enkele mensen mogen dat dan proberen als ze zin hebben. En heel veel mensen hebben dat dan geprobeerd. En ja, heel veel mensen hebben dat gewoon beginnen spelen. Miljoenen mensen. Mm-hmm. En heel vroeg waren er ook al enkele bekende streamers die dus live streamen op Twitch TV. Mm-hmm. Dus dat is een platform daarvoor. Kennen we, ja. Ja, die kennen je. Dat kun je gewoon kijken. En dat waren hele goede personalities. Die hebben direct een grote fanbase opgebouwd. En toen zijn daar organisaties opgesprongen en hebben onmiddellijk toernooien georganiseerd waar dat die bekende streamers dan in meededen. En dat is zo'n beetje een sneeuwbal geworden die groter en groter en groter werd. En Riot Games heeft dan heel snel in 2013 een professionele show daar rond gebouwd. En ik denk dat al die factoren samen heel veel spelers gratis te spelen, heel goede personalities en sterren in het begin die ja, een fanbase opgebouwd hebben en dan een grote productie, dat alles samen ervoor gezorgd heeft dat het heel groot is geworden. Ja. Als je nu moet kiezen, Unreal Tournament of League of Legends? Unreal Tournament, ja, dat klinkt misschien wel raar, maar dat is mijn eerste liefde. Ja. Maar er spelen nog maar, denk ik, 1000 mensen Unreal Tournament. Moeilijk qua verslaggeving. Ja, ik speel het wel nog. Ja, je speelt het echt nog altijd? Ja, er is zo'n revival group ik met mijn vrienden van vroeger, wij spelen nog. Ja. Ook dat voegt toe aan je credibility, dat je nog altijd, dat je echt een liefhebber bent. Dat is wel, ja, toch? Inderdaad. Ja. Ja. Ja, zeer zeker, maar het is raar hoe meer dat je kijkt naar die games, vooral League of Legends. Ik ben nu sinds 2 jaar freelance, maar ik heb 7 jaar lang, 's ochtends tot 's avonds, elke dag het hele jaar lang enkel League of Legends bekeken, omdat je moet mee zijn. En ja, er is de eigen competitie in Europa. Uh-huh. S'avonds kun je dan ook nog naar de competitie in Amerika kijken tot 2 uur 's nachts. Maar China begint al om 6 uur 's ochtends. En ja, je moet het niet allemaal bekijken, nee, maar je doet het wel. Allee, je doet er wel veel van. Ja. Dus na een tijdje was ik een beetje een burn-out en wilde ik zelf niet meer spelen. Nee, dat snap ik. Ik speelde gewoon andere dingen. Ja. Dat is zoals in voetbal kan je om 30:30 beginnen kijken naar de Eredivisie, dan een Premier League match, een beetje Bundesliga, nog wat matchen in de Jupiler Pro League. En dan begint de MLS nog om 12:00, maar dan ben je toch helemaal. Ja, inderdaad. Het is een beetje hetzelfde. Soms moet je kiezen en je concentreren op je eigen competitie. Snap ik. Ja. Vind je van jezelf, ik ken het antwoord al, maar als je nu even uit jezelf stapt en naar jouw situatie kijkt, dat ook de verslaggeving rond League of Legends, niet alleen de personalities zelf, maar ook wat jullie doen bij Riot Entertainment of Riot Games? Riot Games, Vind je dat de verslaggeving League of Legends heeft doen groeien? Dat denk ik wel. Ik denk dat het een combinatie is geweest van... Ja, ten eerste een professionele studio, elke week live shows en ja, de mensen die het zo wat omringd hebben. In het begin, wij zijn niet professioneel geschoold. Ik denk dat ik de enige ben die een beetje opleiding had in dan de journalistiek. Maar voor de rest waren wij allemaal complete newbies die daar voor een camera werden gezet met een teleprompter. En dat was redelijk verschrikkelijk. Dat was de eerste video's. Horror verhaal meegemaakt? Ja, die eerste video's waren gewoon heel, heel slecht. En ik weet nog goed, dus de omkadering was wel goed. Want ja, in het begin was het zo, oké, moeten we dat hier zo professioneel mogelijk laten uitzien? Dus dan waren daar producers bij die voor NBC gewerkt hadden, die voor ESPN gewerkt hadden, aan de Olympische Spelen gewerkt hadden. En die zeiden, oké, we have a vision en het moet zo en zo en zo en zo. En in het begin was dat wel redelijk, dat was hun visie. Mm-hmm. En ja, mijn eerste keer dat ik van een autocue moest aflezen was echt een ramp. En daar stond dan een van die Big Shot producers bij. En zo, have you done this before? Ik zo, not really. I can read. I can read. Give it a try. En ik probeer dat dan. En dat was echt zo, hey, hello, hi. Oh my god. En het voordeel aan het internet is dat dat nog allemaal online staat, nee? Allee, de repetitie gelukkig niet. Maar de eerste show staat wel nog online. Dus, maar ik denk dat dat wel bijgedragen heeft aan de charme van de kijkers. Want je moet je voorstellen, wij zijn gamers die heel graag League of Legends spelen. En de mensen die kijken zijn gamers die heel graag League of Legends spelen. Dus ik denk dat dat niet had gewerkt als wij zo heel erg slick, zo heel opgekleed en heel serieus die verslaggeving hadden aangepakt. Nee, wij waren zo goed mogelijk objectief en kritisch over de teams en probeerden goede interviews en video's te maken, maar het was in onze eigen stijl. En dat is nu nog altijd zo. Er is tijd voor grappige momenten en voor een kwinkslag en voor een meme en voor dit en dat. Er is ook tijd voor heel serieuze momenten, maar de shows moeten ook nog dicht
bij de fanbelieving staan. Het moet echt op één op één zijn, dat mag je niet verliezen. Ja, hè? Ja inderdaad. Mm-hmm. Ja. We hebben het er al een paar keer heel kort over gehad, maar toch zijn er nog altijd heel veel mensen die die e-sports niet begrijpen. Ja. Het is dan vaak een generatie die wat ouder is dan ons, natuurlijk. Gaan we die ooit kunnen bekeren, denk je? Ik denk zo, als je denkt dan, kunnen we ze allemaal bekeren? Nee, zeker niet, absoluut niet. En ik denk ook niet, ik weet niet hoe nodig dat dat is. Nee. Want je kunt dat mensen ook niet kwalijk nemen. Als je komt uit de age waar dat het internet nog niet bestond, hoe moet het dan natuurlijk zijn voor u? Als je gewend bent van alleen maar televisie te kijken. Ja. En dat is gewoon zo. En ik vind het ook niet bepaald nodig, alhoewel, er zijn natuurlijk dingen. E-sport is heel groot, er zijn ook visa's nodig, er zijn sponsorcontracten nodig, er is van alles en nog wat nodig. En als je niet serieus genomen wordt, dan is dat wel een probleem door mensen die de beslissingen nemen, die misschien van de oudere generatie komen. Maar money makes the world go round. En daardoor beginnen ze het wel te begrijpen. De grote sponsoren die vroeger met de legacy voetbalclubs bezig zijn of met de basketbalclubs, die hebben zo 5 jaar geleden wel doorgehad van, de meeste jonge mensen kijken wel naar e-sports. Ja. Kunnen we daar geen reclame op smijten? Mm-hmm. Of kunnen we die niet? En kunnen we die niet misschien dan een fan laten worden van onze club? Want bijvoorbeeld, een mooi voorbeeld is Major League Baseball of baseball in Amerika. Is niet meer zo populair als vroeger. Snap ik, verschrikkelijke sport, maar dat is mijn mening. Ik laat het in het midden. En bijvoorbeeld het viewership voor e-sports, voor League of Legends als één, is hoger dan voor baseball. Ja. Als je daar in de raad van bestuur zit, dan begin je natuurlijk al te denken van maar om mensen te overtuigen, ik breek er mijn hoofd niet over. Ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen en ik zeg altijd, voor mij is hetzelfde, is het competitie. En ik ben opgegroeid met voetbal en ik kijk heel graag naar voetbal en ik krijg hetzelfde gevoel, ik krijg dezelfde beleving als ik naar een goede Counter-Strike match kijk of naar een goede League of Legends match krijg. Want er is fanbeleving, er zijn grote teams die alles winnen, maar ook een underdog die hen kan verslaan. Er zijn nieuwe jonge sterren die fantastische dingen doen en de dynamiek is eigenlijk heel gelijkaardig. Ja, natuurlijk is het heel gelijkaardig. De drempel is alleen maar ten eerste dat stigma van gamen en dat zijn als sociale mensen of nerds die dit en dat wat dat BS is natuurlijk. Ja. Ik weet niet of we dat hier mogen zeggen, maar... Bullshit. Bullshit. Bij deze. Dus dat is er wel. Maar ik denk dat je, de proof is in de pudding. En als je nu gewoon die beelden toont van die shows en van het Staples Center, maar ook van de gewone studioshows en van de fanbeleving en van mensen die opgewacht worden aan de luchthaven omdat de sterren op het vliegtuig zitten en van alles en nog wat, kun je het niet ontkennen. Nee. Dat het, en ook de cijfers, de kijkcijfers algemeen, de sponsoren, de bedragen. Ja. Ik had een vraag hier. Kan e-sports ooit zijn voet naast traditionele sport zetten? Maar je hebt die vraag eigenlijk al volledig beantwoord. Het antwoord is volmondig ja. Het gaat ook gebeuren. Het gaat ook gebeuren. Het is ook al zo. En ik ben persoonlijk zo niet van de mening dat we het altijd moeten categoriseren als naast de sport of beter dan de sport of sport is beter dan e-sport. Het is gewoon iets anders. Ja. Snap je? En er is altijd die grote discussie van e-sport in de Olympische Spelen, dat zal ons toch wel legitimizen? Legitiem maken. Legitiem maken, hè. En ik denk altijd, dat kan mij niet schelen. Want allez, je kunt niet, als je naar een e-sports evenement komt en als je al die duizenden fans ziet en als je de kijkcijfers ziet en als je de show ziet, dan moet je toch niet meer overtuigd zijn. Nee. Dat moet toch niet, daar moet toch geen label op. Het mag toch gewoon e-sports zijn. Natuurlijk, zoals ik gezegd heb, voor dingen zoals visa's en sponsorbedragen en van alles aan de goa en belastingstatuten en al die dingen, al die serieuze belangrijke dingen, kan het wel helpen. Dus daarvoor vind ik het wel belangrijk. Maar als zo die... Het zou ook leuk zijn, hè, op de Olympische Spelen. Ja, dat zou wel tof zijn. Daar niet van. Maar zo die, het is pas als het daar is het belangrijk, dat vind ik bullshit. Je bent een grote voetbalfan. Ja. Is dat je favoriete sport ook? Ik was vroeger enorme voetbalfan. Ik keek ook altijd naar de Tour de France, waardoor ik het heel moeilijk had op mijn R-examens ook aan de universiteit. Iedereen heeft dit zelf meegemaakt, denk ik. In tennis en zo. Tegenwoordig is dat zo wat minder, want je hebt niet meer zoveel tijd om alles te volgen. En tegenwoordig pik ik zo nog de Premier League highlights mee. Natuurlijk altijd het wereldkampioenschap en het Europees kampioenschap voor de Belgen natuurlijk. Ja. En de Champions League finale, maar het is wel moeilijk. Ja. Maar de passie is er al nog altijd. Ja. Even, ik ben met een heel team hier in mijn oor zitten natuurlijk, want ik kan deze job niet, hè. Die wordt het allemaal ingefluisterd. En die zeggen mij net dat jij een supporter bent
van Club Brugge. Dat is de ploeg van jouw hart. Dat is de ploeg die in Brugge het heel goed doet. Ah ja, oké. Okay. Maar als kind was dat niet de ploeg van jouw hart? Ja, ik heb misschien wel ooit een cirkelsjaal gedragen. Echt? Ook. Je bent van cirkel naar club gegaan? Ik zie dat niet als... No. Ja, ik word hier volledig doodgenomen. Het is meer, het is meer de kerk in het midden houden. En ik weet dat dus... Dat mag je natuurlijk absoluut niet zeggen. Maar dat was als kind... ja, mijn oma was altijd en mijn beste vriendin was altijd een hele grote... een van mijn beste vrienden was altijd een hele grote cirkelsupporter. Ja. En als kind weet je... Het zo niet. Hè? Ja. En ik vond dat ook heel leuk. En het was dicht bij de deur en ze deden het toen ook nog goed. Oei. Maar ja, nu werd mij de laatste jaren al veel de vraag gesteld. En sinds dat ik in Duitsland woon, volg ik de competitie eigenlijk ook niet meer zoveel. Nee, okay. En dan kwam mijn opa en die zei: maar zijn je nou een cirkelsupporter? Ze doet niet meer goed, hè? En ik zo: pompa, ik heb al een 10 jaar niet meer naar een cirkelmatch gekeken, hoor. En hij zo: ah ja, het is voor de club dat je moet supporteren, hè? En ik zo: ah ja, het is goed. Ja, ah, okay. Het is meer een geste naar opa. Het is de kerk in het midden houden, zeg maar. En nu word ik gehaat door Cercle Brugge fans en Club Brugge fans alike. Nice. Sorry, jongens. Nice. Nee, als je echt moet kiezen? Dan ga ik niet kiezen, dan supporter ik voor Liverpool. Voor Liverpool, oké. Okay. Oh, heel mooi. Daar kan niemand kwaad dan moet je eigenlijk, worden. Dan ben je eigenlijk meer club, want er is een sterke link tussen Liverpool en club. Maar dan kan er niemand kwaad worden. Nee, voilà. Oké. Los daarvan. Sorry, oma. Het is wel, je merkt wel aan jou dat je ook een sportliefhebber bent, als ik dan hoor dat je al van kind af aan voor de cirkel supportert. moet ik zeggen. Heb je dan ook, want er zijn heel veel kwaliteiten die je de voorbije jaren hebt aangescherpt, heb je dan ook ambitie om hier in Vlaanderen iets in de Vlaamse sportjournalistiek te betekenen? Voetbal, koers, whatever? Ik heb er al vaak over nagedacht. Zeker in het begin, want uiteindelijk heb ik die journalistiekopleiding gedaan om de sportjournalistiek in te gaan in Vlaanderen. En het is heel raar, maar ik denk dat ik er nu meer klaar voor ben dan na die jaren NIF, wat dan natuurlijk heel raar is, omdat ik juist zoveel ervaring heb opgedaan. Zo. Ja. Maar ik weet niet hoe goed dat zich zou vertalen, one-to-one, naar Vlaanderen dan. En natuurlijk, ik wil ook niet zeggen dat het gemakkelijk zou zijn, hè, want League of Legends en e-sports in het algemeen is een heel specifieke competitie en sport en zijn er heel erg veel details en nuances aan. En dat is bij voetbal ook zo, dat is bij wielrennen ook zo. Ja. Ik denk wel dat ik het zou kunnen, niet opeens. Het zou, er zou tijd voor nodig zijn en ik zou heel veel moeten studeren en heel veel moeten terug naar alles kijken en mij informeren. Maar ik zou willen zeggen dat ik het wel zou kunnen, en ik denk er soms wel ook aan. Zeker als ik zo hier ben. Ja. En, kenden we maar een redactie, een sportredactie in Vlaanderen. Dat zou wel kunnen. Maar ik weet dat ze heel veel competente mensen hebben. Dus, Oh my god, we beginnen elkaar complimenten te geven. Even, dan is het denk ik bijna tijd om, om af te sluiten. Ik denk dat ik alle vragen heb gesteld. Oké. Ik vond het heel interessant. Ik heb al nog heel veel vragen die ik kan stellen, maar ik kan er nog uren bezig zijn. Vooral over League of Legends, waar ik eigenlijk zelf heel weinig van snap. Ja. En ik vind het ook altijd straf, maar dat is als leek zo natuurlijk. Jouw kennis is het belangrijkste wapen dat je hebt. Ja, inderdaad. Daar moet je elke dag mee bezig zijn. Ja, zeker en vast. En het spel evolueert ook. Het is niet zoals in voetbal bijvoorbeeld, de regels blijven eigenlijk hetzelfde. Alhoewel, dan is er waar en weet ik veel wat. En zo zijn er wel dingen waarop je moet letten. Maar met online games is het wel dat die worden geüpdate maand na maand. En soms is er een verandering die de hele dynamiek van een spel een beetje verandert. Waar dat professionele teams zich dan aan aanpassen en nieuwe tactieken maken en dit en dat. Maar het evolueert constant. En daar moet je, als je daarmee bezig bent, wel echt veel mee bezig zijn. Ja. En echt zo. Spelen is het belangrijkste, maar ook kijken en met andere mensen praten en informeren en de statistieken en kijken en al die dingen. Oké. Oké, goed. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het kijken. Dag.